Deze week, als ze denkt, vieze vent gaat weg. Elke keer als ik op visite kom, zeg ik, nou Lisa, ik krijg er wel een kus van je. Nee hoor, nee. Ik denk, nou vanavond vertel ze niet weinig, want er staan zoveel mensen te kijken. Maar toch nog, hè. Ja. Hey, maar wat doen jullie mee eigenlijk, Lisa? Ja, maar waar? Ja? Maar zullen we het allemaal gaan doen dan? Hebben we er zin in? Ja? Hou verder in? Hij is voor jou. Dat is al een jaar, hè? Het is al 2016.
Ja, maar ze zijn er onderhand net zo druk bij als wij ook met de carnaval. Och, en we zijn er ook. Ja. Wat denk je dat de jury ervan vindt dan? Wat zal het die ervan vinden? Zullen we nou gewoon onze prins weer vragen? We vragen onze prins. Ik weet natuurlijk niet of iedereen dat helemaal gezien heeft. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar volgens mij ligt daar een aardappel op de piano. En ze lieten even zien dat je uit een aardappel gewoon een lichtje kan laten branden. Probeer jij dat nou niet, Chris? Alles gaat stuk als jij dat doet. Dat is geen aardappel, hoor. Dat is je droom. En dat zegt de boer. Ik zei toch al dat ik het vanaf hier nog niet kon zien. Kijk, mooi eens kijken. Ja, kijk. Ver hier. Kijk wat er tegenover komt. Het brandt ook gewoon. Dat is niet hoor. Het gaat om het idee, Chris. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Ze dansten er heel erg leuk bij. Ze plekken ook nog goed. Ja, plus een stukje extra erbij. Ik vind het geweldig. Ik vind ook onze jeugdprins. Wat vond jij ervan? Geweldig, dat zijn de mooie woorden van de jury. Nee, maar mensen, ik wil voor deze drie ook een groot applaus. Yeah. Nou mensen, een beetje wakker blijven, een groot applaus. Juist. Ja. Willen jullie hier blijven staan dan? Arjan Dok heeft...